Ruim een jaar heeft een jonge Limburgse fotograaf doorgebracht bij de monniken van de abdij Sint-Benedictusberg in Namelus bij Vaals. Het resultaat is een fotoserie over het dagelijks leven van de monniken. En het is een bijzonder boek, omdat de Benedictijnen zelden iemand zo dichtbij laten komen in hun klooster. Van kinds af aan was de jonge fotograaf Roderick Kone al te vinden bij de monniken van abdij Sint-Benedictusberg. Hij woont vlakbij Marmeles in Vaals. Hij werkte als vrijwilliger, onder meer als boekbinder. Daarom was het voor hem makkelijker om toestemming te krijgen om zijn fotoboek te maken. Ik heb gekeken, wat vind ik nou echt specifiek voor Marmeles? En dan kom je op een gegeven moment ook uit op de liturgie, hoe die hier wordt gevierd. Wat interessanter vind ik eigenlijk hoe die liturgie ook weer doorspeelt in de dagelijkse bezigheden. Dus als de mensen in de keuken staan of als ze bij de portier zitten bijvoorbeeld. Ook dan speelt die liturgie, zoals die in de kerk wordt gevierd, ook weer door. En om dat vast te leggen in beeld, dat vond ik een hele uitdaging. Hoewel Kone toestemming kreeg om de monniken te volgen, moest hij toch voorzichtig te werk gaan. De eerste maanden heeft hij alleen maar rondgekeken en enigszins ervaren hoe het is om in de abdij als monnik te leven. Daarna bedacht de fotograaf pas welke foto's hij wilde maken. Ik heb ook zoveel mogelijk op de achtergrond proberen te houden. En je zult ook aan de foto's zien in het boek zelf. Er zijn maar twee foto's, geloof ik, uit de kerk zelf. En de andere foto's zijn gewoon door de rest van de dag gemaakt. Het resultaat is dus een boek met 20 foto's. Kone is tevreden. Door zijn eenvoud en ook hoe de licht hierin werkt in de architectuur, krijg je natuurlijk ook hele mooie beelden. En als je een foto maakt van een monnik en met deze architectuur op de achtergrond, dan heb je al 50% heb je van de foto, die is al gelukt, zeg maar. Dus dat werkt zeker heel prettig. Het fotoboek is vanaf komende zomer te koop en gaat €40 kosten.